En dat systeem dat heet... Invisible Touch. Invisible Touch, onzichtbare aanraking. Onzichtbare aanraking. Kijk, daar begint mijn illusionistenbrein natuurlijk meteen op hol te slaan. Invisible Touch, een aanraking die er eigenlijk niet is. Misschien kan ik daar wel kort een experimentje mee proberen. Met mij? Ja, met jou. Oké. Okay. We hebben niks van tevoren afgesproken. Nee, 100%. Als de kijker dit zo meteen gaat zien, denk misschien van ja, dit is een complot of zo, maar je weet niet eens wat er gaat gebeuren. Nee. Oké. Okay. Kijk goed. Ik wil aan jou vragen of je linkerhand zo plat uit wil steken. Ja. Perfect. Dan hier zo. Iets uitzoomen. En dan mag jij recht voor je uitkijken. En je ogen sluiten. En het is heel belangrijk dat je vanaf nu je ogen niet meer opent. Je zat aan me. Open je ogen maar weer eventjes. Jij voelde echt wat? Ja. Wat voelde je waar? Ik voelde hier een aanraking aan de zijkant van mijn hand. De camera heeft zojuist gezien dat ik jou nooit heb aangeraakt. Ik heb alleen mijn eigen zijkant van mijn hand. Geloof het niet. Dat is zo.